Ja, dit wordt heel moeilijk, want mijn Mac is bijna aan het instorten. Maar ik heb Jörg Gliesman aan de lijn en we gaan het fijn hebben over de Bijbel. Jörg Gliesman is een polyglot, want hij kan Frans, Duits, Engels, Vlaams en ook de Nederlandse G. Ja. Ja, dat laten we eerlijk zijn, Jörg. Ja, dat is belangrijk voor de G-punt. Even op zoek naar schermdelen. Ja, ik wou zo zeggen, dat moet ik nog doen. Ja. Dat is mooi voor de mensen om dat even te zien. Oké, nu ga je het scherm zien. En ik heb mijn Google met de King James. Genesis 6, kan je dat zien? Mm-hmm. Mooi. We waren net al begonnen voordat mijn Mac in elkaar stortte. En toen wilde jij... Want we zijn gebleven bij vers 8. En jij wilde terug naar vers 2. Ja, niet om alles nog een keer dubbel te doen, maar gewoon omwille van dat ik ondertussen tussen onze laatste opname, die denk ik al een paar maanden geleden is, en deze die we nu doen, in de Bijbelstudie is onze laatste opname meerdere maanden geleden, de andere laatste opname is een paar dagen geleden, dat was ook een heel leuke. Ja. Maar met de Bijbelstudie met die we nu bezig zijn, is al een paar maanden geleden en ik heb ondertussen nog een openbaring gehad van de Heilige Geest in verband met wat ik u verleden keer verteld had, of wat ik verleden keer een verhaal rondgesponnen had. Een uitleg, zal ik maar eerder zeggen, want een verhaal spinnen rond de Bijbel, dat doen de katholieken en de ecumenische evangelisten. Maar ik ga gewoon proberen de Bijbel op de beste manier te verstaan, gelijk dat ze kan verstaan worden. En ik hou er rekening mee dat de Bijbel, de perfecte Bijbel, en dat is de Koning James, zichzelf uitlegt. Ja. Ik heb daarvoor ook de Statenvertaling hier, online, die ik dan mee bijneem. Zo kan ik alle beide Bijbels voorlezen, zowel dus in Nederlands als in Engels. En als je wilt, kan ik ook nog een Duitse bijpakken. Maar voor den ogenblik zal dit volstaan. Kijk, den punt die ik wil maken. Ik had toen gelezen, wat jij hier nu ook in de scherm zet, that the sons of God saw the daughters of men that they were fair. And they took them wives of all which they chose. In Nederlands wil dat zeggen dat Gods zonen de dochter der mensen aanzagen, dat zij schoon waren en zij namen zich vrouwen uit allen die zij verkozen hadden. Mm-hmm. Oké, okay? Zo verstaat het ook de kleinste luisteraar in Nederlands daarbij. Mm-hmm. En ik had toen gezegd dat veel mensen denken, hier gaat het over Nephilim en hier gaat het over engelen die zich met mensen paren en al die verkeerde leer die we in de wereld tegenkomen. Mm-hmm. Ja? In kapitel 6. Ja? Omdat het hier staat in vers 4. There were giants in the earth in those days and also after that when the sons of God came in unto the daughters of men that they bare children to them the same became mighty men which were of old men of renown. Wat je in het Nederlands dan zegt, in die dagen waren er reuzen op de aarde en ook daarna, als Gods zonen tot de dochteren der mensen ingegaan waren en zich kinderen gewonnen hadden. Deze zijn de geweldige, die van ouds geweest zijn, mannen van name. Oké? Mm-hmm. Nu, mijn punt was toen, dat we een keer naar de vertaling gingen kijken in Isort en dat we gezien hadden dat reuzen of giants, die hier bedoeld zijn, dat dat een vertaling heeft van bullies. Ja? Mm-hmm. Wat is nu de juiste vertaling naar het Nederlands van bullies weer? Dat weet ik nu al niet meer. Mensen die je bullyen, die je pesten. Ja, pestkoppen, bij wijze van spreken. Ja. Mensen die jou pesten, bij wijze van spreken. Ja. Dat is de juiste vertaling of het juiste verstaan van die giants. Het gaat er niet over dat die mensen groot waren, want die mensen waren voor de vloed sowieso groter. En dat ziet men aan de reuze skeletten die overal gevonden worden. Ja. Dat zijn ganz normale mensen. Ja. De hele schepping, die hele aarde in die wij vandaag de dag wonen, was zo anders voor de vloed. Dat kan men zich niet voorstellen. Zo. Als ik even mag reageren. Ik heb ontdekt dat meisjes, toen ik op de middelbaar onderwijs zat, die meisjes vielen voor dominante mannen. Met een brommer. Want dat was leuk.
En die domme mannen met een brommer, ja, die pikken iedere, ja, wat ze maar willen. Want zij hebben een brommer. En die kunnen naar Amsterdam rijden en weer terug. Dat waren giants. Nu mag jij. Ik stem je daar volledig mee overeen. Ja. Nu moet ik mijn draad terug oppikken. Ja, ik weet niet meer waar ik was, jong. Neem je tijd. Het is ook belangrijk dus voor de mensen die naar ons luisteren, dat ze tijd moeten nemen om ons te verstaan. Dus de aarde was een compleet andere plaats voor de vloed als het na de vloed was. Ten eerste heeft het voor de vloed nog nooit geregend. Mensen kenden geen regen. Dat is pas door de vloed gekomen. Maar daar gaan we nog naartoe. Als we in Genesis tot die kapitelen komen, 19 en 11, die voor, tijdens en na de vloed gaan spelen. Ja. Maar er was ook maar één plek aarde. Ja? Er was maar één plek land. Vandaag de dag hebben we ja de wereld verdeeld in verschillende continenten. Noord- en Zuid-Amerika, Europa, Azië, Afrika, Australië. Maar deze verdeling bestond daarvoor niet. Voor de vloed was alles één plek, land. Ja? Daarom staat er ook in het begin, in Genesis boek 1, also dus in Genesis kapitel 1, staat geschreven, And God said, let the waters under the heaven be gathered together unto one place, and let the dry land appear. And it was so. Dus laat de wateren onder de hemel zich versammeln op ene plaats, en laat het droge land verschijnen. Ja. En zo was het. Dat is, en dat droge land, dat is een heel belangrijk facet geweest. En dat droge land was dus één plek land. Ja, 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 klopt. Ja, even om te interrumperen. Maar als je Zuid-Amerika inschuift tegen Afrika, dan zie je dat het past. Niet als een jigsaw puzzel, maar ongeveer past het. Jij mag verder. Dat is als je alle continenten van deze aarde bijeenschuift. Je ziet dat het allemaal past met alle dingen die daartussen verloren gegaan zijn. We mogen ja niet vergeten, de aarde is een compleet andere plek. Iets gelijk de Atlantische Oceaan, die vandaag de dag duizenden kilometers verschil maakt tussen het Europese vastland en de Noord-Amerikaanse continent. Dat was ja toen nog niet. En nu is daar een heel diepe graaf in. En daar kan men zelfs vanuit het heelal, bij wijze van spreken, dus van heel boven, kun je dat zelfs zien. Deze scheur die door de aarde gaat. Dat is waar de fountains, waar de bronnen van de aarde opengebroken zijn en water uit de aarde vandaar naar omhoog kwam. Weet je, het is ja zo. Mensen lezen de Bijbel en verstaan ze niet. En ik heb nog altijd iets wat ik persoonlijk niet versta, maar wat meer en meer, hoe meer ik daarover nadenk, des te meer wijsheid vergaar ik erover om het te verstaan. Als we eventjes een keer gaan naar Exodus, dat is het tweede boek Mose, kapitel 20, daar komen we bij de 10 geboden. Daar staat in het tweede gebod, thou shalt not make unto thee any graven image or any likeness. Dat is mijn favoriet, ja. Or any likeness of anything that is in heaven above, dat verstaan we, ja? Wat boven de hemel is, oké? Or that is in the earth beneath, wat onder op de aarde is, dat verstaan we ook, hè? Nee. Maar nu komt het. Or that is in the water under the earth. Waar is er water onder de aarde? Daar kan hem ja niet de oceanen mee bedoelen. Nee. Helemaal niet. Daar kan hem niet dat water mee bedoelen dat hier op deze aarde is. Want het is het water dat onder de aarde is. Ja. Als iets onder de aarde is, pas op, dan gaan we in een discussie die vele mensen ons graag zouden horen voeren, die ik nooit aanga. Ja. Is de aarde rond of is ze plat? Nee, die discussie gaan we daar. Maar dat wordt wel lachen als wij die discussie ooit aan zouden gaan. Deze van Jezuïten gestichte discussie om de rest van de christenheid die er nog over is te verdelen, daar ga ik niet aan meedoen. Nee, natuurlijk niet. Nee. Maar ik ga me houden aan de Bijbel. Ja. En de Bijbel zegt op verschillende plaatsen dat de aarde gebaseerd is op pilaars. Ja?
dat ze op pijlers aan het rusten is. Pilaren. Op pilaren, ja, oké. Op pilaren en al zo van die dingen. Dus ik ga helemaal niet daarop in, op dat dingen. Maar het is gewoon van, als ik hier in Exodus lees, all that is in the water under the earth, excuseer, en dan vraag ik mij, over welk water spreekt hij hier? Ik mag me geen afbeeldingen maken van in de hemel, is goed, die kan ik zien. Ik mag me geen afbeeldingen maken van iets wat op de aarde is, oké, dat kan ik begrijpen. Ik mag geen steen, geen hout, geen weet ik veel wat kan pakken, of een ander metaal en mij daar een afbeelding van maken, dat begrijp ik. Ja. Maar wat is in het water onder de aarde? Niet het water, niet onderaan het water op de aarde of iets, nee, het water onder de aarde, dat versta ik niet. Oké? En zo blijft de Bijbel ons altijd raadsels opgeven die pas op een later tijdstip met meer Bijbelstudie onthuld worden. En zo'n onthulling ben ik nu tegengekomen. Dat is het punt waarom ik terug wil gaan naar kapitel 6, vers 2 en vers 4, die ik juist gelezen had in Genesis. Ja. Nu moeten we eens een keer onze Bijbel bij de hand nemen. En ik heb hier mijn online-Bijbel ter hulp. En ik heb de King James geopend op Luke. Ja, dus het evangelie van Lucas in het Nieuwe Testament. Kunt je ook eens een keer doen op je scherm, om de mensen dat mee te delen, wat we hier bezig zijn. Lucas, het derde kapitel. 1 seconde, mijn broeder. Ja, doe maar. Daarom zeg ik het maar. Ja, je moet nog een heel stuk naar beneden. Ja, daar zei de. Luke. Daar zei de. Luke. Luke, kapitel 3. En dan vers 38. Dat is de laatste vers. Ik doe hem gewoon even, maar dat maakt niet zoveel uit, want Ik ben met dezelfde King James. Mijn Mac is weer heel erg traag, mijn broeder. Maar... Ja, ik ben gewoon met de Bijbel een beetje rapper als jij. Ik ga gewoon. Ja, jij hebt die analoge Bijbel. Ik zit hier digitaal te scrollen. Dus vers 38. Vers 38, daar lezen wij. Which was the son of Enos, which was the son of Seth, which was the son of Adam, which was the son of God. Rinkelt er een belletje? Adam was the son of God. Ja. Het gaat hier over de linie die wij bespreken in feite over Jezus. En ik wil daar nu helemaal niet op ingaan. Lees dan kapitel 3 voor jezelf. Den punt die belangrijk is, we gaan hier in de laatste 3 versen spreken over de generaties in de tijd van het boek Genesis. Ja? Which was the son of Canaan, which was the son of Arphaxad, which was the son of Sem, which was the son of Noah, which was the son of Lamech. Ja? Dus hier zijn we na de vloed bezig. Die was de zoon van Sem. Sem was de zoon van Noah. Ja? So, Noah had 3 zonen. En 3 zonen en 3 van, en van elke zoon die vrouw waren overlevenden naast Noah en zijn vrouw op de ark. Daar komen we nog over te spreken. Ja. Nu, Lamech was van voor de vloed. Lamech was de zoon van Methuselah, which was the son of Enoch, which was the son of Jared, which was the son of Melil, which was the son of Canaan, which was the son of Enos, which was the son of Seth, which was the son of Adam, which was the son of God. Nu. Heb je Adam, nooit voorgelezen, moet ik zeggen. Adam was dus de zoon van God. Ja, natuurlijk. En alles wat uit zijn lijn voortkwam, uit de rechte lijn, want we hebben 2 lijnen van Adam. Wat uit de rechte lijn voorkwam, die wij gemanifesteerd hebben, als we het boek van Genesis in het begin gelezen hebben, kapitel 3 was denk ik, of 4, Seth, dat was de juiste lijn. Hè? Die eerste 2 kinderen van Adam en Eva waren Kain en Abel. Mm-hmm. Kain heeft Abel geslagen, die is doodgegaan. Kain is uit het paradijs gesmeten geweest. Dan heeft Eva een nieuwe zoon gekregen. Die was Enos. En dan, of een andere zoon, ik weet niet meer die naam precies. En dan had je nog een zoon die ze gekregen had, Seth. Mm-hmm. Dat was de 4e zoon van haar. En God heeft in Genesis 3 vers 15 gezegd dat hij vijandschap wil zaaien tussen de zaad van de vrouw en de zaad van de slang. Dus
We zijn daar eventjes mee bezig. Bijbelstudie is... Je kunt niet zeggen, ik pik dit of dat en je bent vertrokken. Hè? Ja, ja. Sorry daarvoor, maar Bijbelstudie gaat echt heen en weer. Hè? Ja, ja. Dus we weten dat uit de lijn van Seth, bij wijze van spreken, dat dat de goede lijn was. Dat dat uiteindelijk de lijn was die God beschermd heeft tot de geboorte van Jezus Christus. Waarmee dat hij die profetie, zal ik bijna kunnen zeggen, van 3:15. Wat geen profetie is, maar wat gewoon een mededeling is van de Heer. Ik zal dat doen en dan doe ik dat ook. Ja? Daarom is het geen profetie, maar God heeft gezegd, want ik doe dat. En Jezus geboorte, als je dan naar het eerste kapitel van Matthäus gaat en je ziet de generaties die daartoe leiden tot de geboorte van Jezus Christus, dan zie je dat God zijn woord gehouden heeft. Natuurlijk, want God houdt altijd zijn woord. Ja, natuurlijk. Dat kan niet anders. Maar het belangrijke punt is dat we hier verstaan dat hier staat dat Adam de zoon van God was. Ja. En dat daarmee Seth, hoe was de zoon van Adam, ook de zoon van God is. De kleinzoon, kun je dan zeggen, maar de zoon. Ja. Want Seth is uit de rechte lijn. Ja? Ja. En alles wat de nakomelingen zijn van Seth, zijn ook van de rechte lijn. Genesis 3:15, ja? De lijn, de zaad van de vrouw. Wat is de vrouw? De kerk, de bruid van Jezus Christus. Uh-huh. Ja? En dus in Lucas 3:38 lezen wij dat als wij kapitel 6 van Genesis lezen, that the sons of God saw the daughters of men. Hier zien we een bevestiging van wat ik altijd gezegd heb, van dat het hier over de rechte lijn gaat. Over die lijn die afstamt van Seth. Uh-huh. Die rechte lijn waar God in 3:15 gezegd heeft van, ik ga vijandschap zaaien tussen deze twee lijnen. En deze lijn is de lijn van de zonen van God. En hier hebben we daar bevestiging van. Ja? En dat is een openbaring die mij door de Heilige Geest een paar weken geleden ingegeven geweest. En ik zeg, ik vind dat zo belangrijk, dat we daar eens een keer op neergaan. Ja? Terecht. En dus vandaar, Lucas 3:38 verstaat dat in samenhang met Genesis 6 vers 2 en 6 vers 4. En dan begrijp je dat het niet over quote-unquote Nephilim gaat, want Nephilim is het originele Hebreeuwse woord, dus daar gaat het wel over, maar dat deze Nephilim geen buitenaardse wezens zijn, of geen gevallen engelen, of andere soort engelen, maar dat het gewoon daarover gaat, dat het bullies zijn, deze giants, en dat de zonen van God die zonen zijn, die uit de rechte lijn komen, die van de zaad van Adam afstammen, in de zaad van Seth. Ja. Yep. I get you. Dat was die punt die ik wilde maken. Ja, geen probleem. Voordat wij beginnen met de Bijbelstudie. Voordat wij beginnen met de Bijbelstudie. Ja, dat is erg belangrijk. Vroeger ging ik op Bijbelstudie, maar dan moest ik met een strippenkaart met de bus naar Amsterdam en dan met de tram naar de Linnaeusstraat. En dan moest je een euro meenemen voor de thee. Ja. En nu doen we het gratis. Ja. Ja. Het wordt steeds economischer. Karl Marx all over the place. Oké, okay, laten we hem oppakken. Ja. Vers 8. Ik wilde dat alleen eventjes hier mijn Firefox ook eens een keer gaan doen. Dan heb ik het gemakkelijker, want dan hou ik het Skype hier in het oog met jouw scherm. Ah, ja. En dan heb ik hier de Statenvertaling in mijn Firefox nu geopend. Dan kan ik allebei zien als naast elkaar. Allee ja, zwart, goed. Dus, We beginnen met vers 7. Wij gaan verder met vers 6 in de eerste plaats. Is goed, ja. In deze 6, vers 6, waar staat: And it repented the Lord that he had made man on the earth, and it grieved him at his heart. Erg, hè? In Vlaams lezen wij, toen berouwde het de Heer dat hij de mens op de aarde gemaakt had en het smartte hem aan zijn hart. Ja. Omdat hij zag in vers 5 dat de kwaadheid, de boosheid van de mens alleen maar menigvuldig was. Ja? Ja. De boosheid des mensen menigvuldig was op de aarde. Daarom heeft het hem berouwd
dat hij de mens gemaakt heeft. En ja. In vers 7 gaan we verder en lezen, and the Lord said, I will destroy man whom I have created from the face of the earth, both man and beast, and the creeping thing, and the fowls of the air, for it repenteth me that I have made them. Ik zou zeggen van gerade jij maar met de Nederlandse vertaling door als jij dat wilt, anders heb je niks te zeggen heel de tijd. Dat is ook niet de idee daarvan. Nee, maar je hebt de Statenvertaling. Ja, die kunde jij toch ook hebben? Ja, natuurlijk. Ja. Ik zal eventjes voordoen hoe dat moet. Ja, S-T-A, ja, bij mij is dat ingesteld. Ja, ik geef ze je hier. Ik heb een link hier. Ik ga gewoon op Skype nee, en klik op nee, link. Nee, dat kan ik toch zelf wel doen, man. Een Oude Testament, we waren bij Exodus. Ja, Oude Testament, Genesis. Genesis. En dan kapitel 6. Kapitel 6. Boven Genesis 1, dan moet je naar 6 gaan. Ja, ik heb het zo van elkaar. Of daar beneden kunnen we ook doen, ja. Hoppakee. Ken je deze website? Ik heb die zelf hier op mijn computer, ja. Nou ja, dat is de Statenvertaling online, ja. En nu ga ik dus even, dan pak ik hem op bij vers 5. Vers 7. Vers 7, oké. Okay. En de Heere zeide, ik zal den mens, dien ik geschapen heb, verdelgen van den aardbodem. Van den mens tot het vee, tot het kruipend gedierte en het gevogelte des hemels toe. Want het berouwt mij dat ik hem gemaakt heb. Het is echt wel horror is dit, hoor. Ja. Ja, maar ja, daar moeten we niet al te veel commentaar op geven. Want deze is nogal self-explanatory, zoals in Engels zeggen. Dat legt hij nogal zelf uit, hè? Het loopt goed af. Ja. En hij wil dus de hele mensheid vernietigen. Maar in vers 8 lesen wir dann Hope for the mensheit. Weil der staat, but Noah found grace in the eyes of the Lord. Exact, en daar waren we gebleven. Maar Noach vond genade in de ogen des Heeren. En dan gaan we dus vandaag verder studeren en we lesen hier in vers 9. These are the generations of Noah. Noah was a just man and perfect in his generations, and Noah walked with God. Moet ik even meescrollen, hoor. Ja, ik dacht dat je de Statenvertaling... Ik wil die Engelse er even bij halen. Zo, ja, oké. Okay. Jij was gebleven bij vers 9. These the generations of Noah. Noah was a just man, perfect in his generations. Noah walked with God. Dus zonder dat schuinschrift, hè? Ja, ik lees het altijd met de schuinschrift, maar... Kijk, je kunt zeggen van, als je ze één leest, dan moet je ze allemaal lezen. Vaak is het voor het beter verstand goed ze mee te lezen. Ik heb ook deze, tussen aanhalingstekens, eigenschap van de King James Bijbel in de Statenvertaling of in mijn Duitse vertaling tot nu toe nog niet tegengekomen. Daar staan die woorden ook allemaal daarmee in, maar zonder dat ze extra aangevuld zijn. En dat vind ik nog altijd het mooie aan de King James. De King James geeft dus duidelijk aan, als er woorden toegevoegd zijn die niet in de originele scrollen staan, dan zijn ze in cursief geprint, gelijk dat je hier met hebt and. Ja? Noah was a just man and perfect in his generations. Ja, and staat niet in de originele dingen. Maar goed, daar wil ik nu geen discussie over de lat brengen. Dat is ook niet belangrijk. Nee. Maar belangrijk is, Perry, dat je mij eens een keer een vraag beantwoordt. Hoezo was Noah juist of correct, ne, zoals het stond hier in vers 9, hoezo was Noah rechtvaardig? Geen flauw idee. Hij maakte een boot. Dat was een vrucht van zijn daden. Oké, Noah is rechtvaardig. Is dat die enige keer dat een mens van God of in de Bijbel als rechtvaardig beschreven wordt? Nee, want we hebben dat ook nog met Abraham later. Ook Abraham was rechtvaardig in de ogen van de Heer. Hoe kunde rechtvaardig in de ogen van de Heer zijn? Als je zich aan zijn wetten houdt.
als je je aan de geboden en ordinaties van de Heer houdt, dan kunde jij oprecht zijn in de ogen van de Heer. En als je gelooft aan de Heer die u gemaakt heeft, dan zijde jij rechtvaardig. Dat is toch vandaag de dag met ons christen niet anders. Wij worden toch rechtvaardig gemaakt door Jezus Christus, door het geloof. Dat geloof dat ons ingegeven is door de genade van de Heer, door zijn grace, zoals we in Engels zeggen, want ik ken dat nu. Zijn gratie, ja, zijn gratie. Zijn gratie, ja. Die gratie die een geschenk is. En als wij dan deze gratie aannemen en geloven, dan worden we rechtvaardig gemaakt voor de Heer. Deze rechtvaardigheid was altijd al dezelfde, van begin van de mensheid aan. Daar is geen verschil tussen het zogenoemde Oude Testament, dat ik noem de wet en de profeten, en het Nieuwe Testament, dat gesticht werd met Jezus Christus, die zijn bloed vergoten heeft voor ons aan het kruis voor de vergeving van onze zonde. Hij had zoveel van ons gehouden, of hij hield zoveel van ons, of hij houdt zoveel van ons, dat hij voor ons tot zonde geworden is. Ja? En dat is ons rechtvaardig maken. Dat is een gratie van God, dat is een geschenk van God. En ja. Noah was rechtvaardig, die heeft eveneens, door zijn geloof is hem rechtvaardig. Anders kunnen dan niet rechtvaardig zijn, want God is geen respecter of persons, zeggen ze in Engels. God respecteert geen persoon. Ja, ja? Klopt. Of beacht geen persoon, of hoe zegt men dat in Nederlands? Ja, het gaat God niet om jou. Precies. Ja, niet om het individu. Hè. Het individu maakt hem niet uit. Individu om jou. Het gaat God om iedereen. In elk geval heeft hij geen persoonlijke voorkeur. Ja? Dus hij gaat u niks bijzonders geven, bij wijze van spreken, omdat jij het bent. Ja, exact. Maar hij doet dat voor alle mensen tegelijk. En er zijn mensen die nemen het aan, die zijn rechtvaardig. En er zijn mensen die nemen het niet aan, die zijn verdoemd. Ja. Zo simpel is het in feite. Oké? Maar ik vond het belangrijk dat we nog eventjes daarop ingaan van waarom is Noah rechtvaardig? Wel, om rechtvaardig te zijn voor God moet je wat? Je moet in hem geloven en je moet hem respecteren en je moet hem de eer toelaten komen, die eer die hij eist, die hem toekomt. Waar hem recht op heeft. Ja. Anders onteer je hem. Ja. En in deze wereld, waar God zegt van, in vers 5, dat de boosheid des mensen menigvuldig was op de aarde, daar was er maar één die deze boosheid niet in zijn hart had, maar die een besneden hart had, die niet besneden was in het vlees van zijn penis, maar die besneden was in het hart, en daardoor was hem oprecht en rechtvaardig, en dat heeft God hem vergoed. En hoe dat hem dat vergoed heeft, dat lezen we dan vanaf vers 9. These are the generations of Noah. Noah was a just man and perfect in his generations, and Noah walked with God. And Noah begat 3 sons, Shem, Ham, and Japheth. The earth also was corrupt before God, and the earth was filled with violence. Ja? Before, wil hier zeggen voor de Heer, niet voordat de Heer daar was. Want dat bestaat niet, want die was altijd. Mm-hmm. Ja? Mm-hmm. Ja, ik wil maar zeggen, van, het is altijd een kwestie van hoe men dat leest. Hè? Maar de aarde was verdorven voor Gods aangezicht. Dat is in de Nederlandstalige vertaling is dat beter als in de Engelse. De Engelse laat bijna ruimte toe tot discussie. Ja, als we lezen, the earth was also corrupt before God, kunnen we zeggen van before in tijd en niet before in zicht. Ja? Mm-hmm. Alhoewel dat we hier dus before in zicht moeten verstaan. Want ik heb de Statenvertaling nu even voorstaan. Daar leest men, maar de aarde was verdorven voor Gods aangezicht. En de aarde was vervuld met wrevel. Oké, geht weiter. In vers 12 lezen we dan. In vers 12. And God looked upon the earth, and behold, it was corrupt, for all flesh had corrupted his way upon the earth. And God said unto Noah, the end of all flesh is come before me, for the earth is filled with violence through them, and behold, I will destroy them with the earth. Nu jij. Oké, dan moet ik even terug naar de Statenvertaling.
Kijk, dat is vers 12, hè? Toen zag God de aarde en ziet, zij was verdorven. Want al het vlees had zijn weg verdorven op de aarde. Daarom zeide God tot Noach: het einde van alle vlees is voor mijn aangezicht gekomen. Want de aarde is door hen vervuld met wrevel. En zie, ik zal hen met de aarde verderven. Wow. Met andere woorden, God ziet geen andere mogelijkheid om al dat kwaad uit de aarde weg te doen dan de hele, op dit ogenblik bestaande mensheid op waar mens na ja. te vernietigen. Ja. Ja, voilà. Dat is de enige manier hoe dat hem van deze kanker kan afgeraken. Ja. Wow. Ja? Heel mooi, heel mooi. Met de computer zeggen we... Goed benadrukt, Jörg. Ja, dank je. Met de computer zeggen we druk een keer op reboot. Huh? Zoals jij dat straks deed. Vers 14 dan. Ja. Make thee an ark of gopher wood. Rooms shalt thou make in the ark, and shalt pitch it within and without with pitch. And this is the fashion which thou shalt make it of. The length of the ark shall be 300 cubits, the breadth of it 50 cubits, and the height of it 30 cubits. A window shalt thou make to the ark, and in a cubit shalt thou finish it above. And the door of the ark shalt thou set in the side thereof, with lower, second, and third stories shalt thou make it. And behold, I do bring a flood of waters upon the earth to destroy all flesh, wherein is the breath of life from under heaven, and everything that is in the earth shall die. Ja. Tot hier, ja, in de Koning James Bijbel. Want dat zijn samenhangende tekststukken die men niet echt uit elkaar hoeft te plakken om ze te verstaan. Interessant is wel dat Noah hier niet spreekt van gaan schip bouwen. Hij spreekt niet van een schip, hij spreekt van een ark. Kenden de mensen toen nog geen schepen? Waarschijnlijk niet. Want ze leefden op één grote continent, waar ergens heel ver misschien de zee was. Maar dat moet wel heel ver geweest zijn, aangezien dat wij weten waar dat de mens ontstaan is, waar dat het paradijs was, waar dat de Garten Eden ongeveer was, in de plaats waar vandaag de dag Irak is. En als je de hele aarde comprimeert tot één groot stuk land, dan was er dan niet echt ergens in de buurt een meer of een oceaan. Want het was allemaal één landmas. Ja. Dus kenden ze als schepen? Ik veronderstel zelfs van niet. En daarom zegt God hier, maak een ark. Wist hij wat een ark was? Nee. Maar God geeft hem dan direct mee en zegt, kijk, jij moet een ding maken van hout. En je moet dat ding van hout maken en dan moet je daar met, in vers 14, hoe dat dat zegt. Zal ik even het Nederlands voorlezen? Ja, kunde je direct, maar ik wil alleen even nog een keer mijn uitleg geven. En dan, ja, doe maar. Lees eerst maar een keer het Nederlands en dan doe ik mijn uitleg dan. Of je komt dat flinke tijdens het lezen. Ja. Op het Nederlands. Maak u een ark van goverhout. Met kameren zult gij deze ark maken. En gij zult die bepekken van binnen en van buiten met pek. Dus hij zegt hier heel duidelijk wat hij moet maken. Hij zegt niet van maak een schip of bouw een huis of een hoge toren of iets. Nee. Hij zegt maak een ark. En dan zegt hem verder in vers 15. Nee, maar laten we stilstaan bij pek. Ja, dat pek is belangrijk. Hij moet het dus afdichten tegen water. Hè? Dat is wat men met pek doet. Ja. Ja, in het Nederlands heb je dat gezegd, in het Duits ook. Pech gehaapt, hatten of zo. Pech gehaapt, ja. Pech gehaapt. Pech, ja, dat is ongeluk, hè? Ja, maar ik ben in een Duitse vakantie met de moeder van mijn kind en ik een kind. En dan kregen we een rondleiding. En dan zag je dus ook dat boven die poort, er zat een gat erbovenin. En daar stonden de soldaten met emmers met hete pek.
En als je een pek over je heen krijgt, ja, dan, is, ja, dan hoef je de volgende dag niet naar de kapper. Hè? Dat is pech gehaapt. Ja, laat me eens een keer gaan kijken hoe dat dan in de Duitse Bijbel staat, in de Schlachter 2000. Oh ja, gern, daar, ja. Staat dan in, mach dir eine Arche aus Tannenholz, in Räume sollst du die Arche teilen und sie innen und außen mit Pech überziehen. Ja, ja, Pech. Pech, ja. Das ist gewoon Koolstoff. Ja, das von der Schlachter 2000, das ist der Textus Receptus Bijbel. Een Masoretische tekstbijbel uit het Oude Testament, ja. In Duits. Ja. Ja. Oké, vers 15. Ja. En aldus is het dat gij haar maken zult. 300 ellen zij de lengte der ark. 50 ellen haar breedte. En 30 ellen haar hoogte. Ja. Een el is een stukje van je arm, hè? Dus 50 centimeter of zo. Aber als je een echt goede Bijbel je eigen kan noemen, dan heb je deze maten en gewichten, zoals ze in de Bijbel gebruikt worden, van voor of van achter in je Bijbel verklaard. Mm-hmm. In mijn Koning James hier bijvoorbeeld, mm-hmm. Moet ik eens een keer helemaal naar achter gaan, Measures of Length, daar staat er hier bijvoorbeeld, Cubit, ja, dat is dat woord wat hij hier gebruikt, ja? Mm-hmm. Zijn Cubits, ja, in de King James. 1 cubit zijn 18 inches. Ja, dat is dus 40, 50 centimeter. En dat kun je dus heel simpel omrekenen, want een inch is 3,5 centimeter of zoiets, hè? Ja, ja, ja. Boven de 2, ja? Ja. Dus, heel simpel. Kijk, in mijn Koning James staat, wat is a day's journey, a Roman mile, Sabbath day journey, stadion, rod, fathom, pace, cubit, span, hand, breadth and finger. Mm-hmm. En dus al deze maten staan hier van achter. Dus je weet heel precies, je kunt heel precies in onze mate van vandaag omrekenen hoe groot de ark zou moeten geweest zijn. Mm-hmm. Die overigens, kleine informatie hiernaast, gevonden is. Ja? Ron Wyatt onder andere heeft de ark ontdekt. Daar bestaan videofilms op YouTube van, dat je een keer kunt gaan bekijken als je dat wenst. Maar laat ons een keer verder gaan. Dus jij hebt vers 14 uitgelezen nu. Ja. En dan 15 heb je ook juist gelezen. Dus dan moet je nog naar 16 en 17 gaan. Ja. Gij zult een venster aan de ark maken en zult haar volmaken tot een elle van boven. En de deur der ark zult gij in haar zijde zetten. Gij zult ze met het onderste, tweede en derde verdiepingen maken. Prachtig taalgebruik. Ja, dat is mij ook al opgevallen. De Statenvertaling is van 1637. Oh. En die gebruikt nog heel veel Oud-Nederlands. Mm-hmm. Zoals de Koning James, die van 1611 is, nog heel veel Oud-Engels gebruikt. Mm-hmm. En spijtig genoeg is ook de Statenvertaling, dat bestaat in NSTW, ja, een nieuwe Statenvertaling. Ja, ja. En daar hebben ze waarschijnlijk minstens dezelfde verkrachting mee gedaan als dat ze met de NKJV gedaan hebben, als ze de Koning James zogezegd vernieuwd hebben. Ja. Die niet vernieuwd is, maar die gecorrumpeerd is. Dus aan iedereen zou ik toch aanraden, word een keer dit oud-Nederlands gewoon. Ik persoonlijk, zoals Perry daar ook juist zegt, prachtig. Ik vind het prachtig om te lezen. Het geeft je een veel betere woordenschat als dat wat we vandaag gebruiken. En het geeft je ook de mogelijkheid, want de Statenvertaling gebruikt geen enkel woord Engels of weet ik veel wat daarin. Ze gebruiken overal Nederlandse uitdrukkingen voor. Ja. En jullie in Nederland hebben hetzelfde probleem als wij hier in België en zeker in Duitsland. Namelijk de verengelsing van onze taal. Ja. De verkrachting en uiteindelijk de vernietiging van onze taal. Doordat die geïnfiltreerd wordt door andere talen. Ja? Ja. En ik denk dat het in Nederland niet anders is als in Duitsland of in België. Als je vandaag de dag een vergadering in een of andere firma gaat deelnemen. Of waar het over marketing of weet ik veel wat gaat.
dat je van Engelse termen van rechts en links rond je oren gesmeten krijgt. Ja, ja. En dat je niet meer heel veel van je eigen moedertaal dan nog moet gebruiken. Voor het geval dat die Nederlands is. Ja. Ja. Dus ja, Dietz, ik zeg dat maar. Dietz, zeg ik dan het liefst. Wij praten hier Sumpfdeutsch. Sumpfdeutsch. Ik heb jou hoor, het lachen gekregen. Ja, dat is tegenwoordig niet moeilijk. Ik lach graag. Ik lach graag. Kijk, die onderwerpen met die we hier bezig zijn, die zijn redelijk serieus op zichzelf. Behoorlijk, ja, behoorlijk. Maar echt, als heel zwaar. Maar als men daarnaast vergeet te lachen en als men daarnaast vergeet een beetje humor te bezitten, dan is dat allemaal heel erg, vind ik persoonlijk. Want het leven is al erg genoeg. En als je de mensen niet met serieuze dingen kan krijgen, dan kan je ze misschien met een grap overtuigen om beter naar jou te luisteren. Ja, ja. Het mooiste vind ik een lach die je niet kan onderdrukken. Dat je zelf moet lachen. Dat je er niet tegen kan. Ik moet gewoon lachen. Dat is waar. Dat is de meest overtuigende lach. Je hebt ook op de Nederlandse tv, en dat weet je ook vast in Duitsland, uit je ingeblikte lach. Dan gaat er iemand een lach omheen doen en dan is het grappig. Ja, dat is dat publiek dat er zo gezegd is in deze dergelijke plaats. Ja. Maar dat is niet grappig. Niet echt om te lachen, vind ik hoor. Het liefste hoor ik mensen die niet... zoals jij en ik nu, we gaan serieus doen. En af en toe breek je uit in lachen. Ja, en dat is lachwekkend. Over deze ingeblikte lach kan men lachen, maar niet per se over dat wat gezegd wordt en wat zo gezegd dat lachen zou hervorbrengen. Ja. Laat het zo een keer zeggen. Dat moet maar goed, gaan we een keer verder. Gate weiter. Gaan we een keer verder in Genesis 6. Ja. Jij pakt het Engels weer. Vers 18 in de Koning James nu, ja? Ja. But with thee, that is Noah, persoonlijk aangesproken hier. But with thee will I establish my covenant. And thou shalt come into the ark, thou and thy sons, and thy wife, and thy sons' wives with thee. Man, dat is heavy. Nee, dit moet ik gelijk op het Nederlands. Dus 18. Geen probleem. Geen probleem. Ik vind dat heel belangrijk dat we dit hier ook heel goed verstaan. Hij zegt hier, met u zal ik mijn verbond oprichten. Ja. Waarom is dat zo belangrijk, met hem, met zijn verbond oprichten met hem, met Noah? Wel... Als we een keer een beetje naar voren gaan, een beetje verder in de toekomst gaan kijken, wat we op basis van deze Bijbel kunnen gaan doen, dan zien wij in kapitel. Ab 10 zou dat moeten zijn. Nee, zelfs 9 is het. 9 is het. Ja, het is kapitel 9. And da sagt in Vers 12, and God said, this is the token of the covenant which I make between me and you and every living creature that is with you for perpetual generations. Das ist das Kapitel 9 von Genesis, Vers 12. Das waren hier in 6, 18 sagt, with thee will I establish my covenant. Zegt hij in kapitel 9, vers 12, between a covenant which I, God, make between me and you and every living creature. Dus hier in 6, 19, of 18, ja sorry, ik ben hier met mijn King James Bible. In 6, 18 maakt hij duidelijk een covenant, een contract, een bond, ja, een bond met Noah alleen, waarentegen hij in 9 vers 12 een bond maakt met Noah en met elke levende creatuur die met u is. Zonder meer. For perpetual generations. Perpetual in dit geval is voor alle komende generaties. Ja. En dat is nog later heel belangrijk. Ik ben er op dit ogenblik heel veel mee bezig geweest, want ik heb al 6 uitzendingen ik gedaan. Ik heb een interruptie. Even voor de kijkeraars. Hier in mijn huis komen af en toe insecten. Vliegen.
En die zijn moeilijk te vangen. Je kan ze doodslaan, maar dat is niet moeilijk. Ik doe dat niet. En laatst, die vliegen zijn denk ik nu gestorven. Overleden aan het vliegen. En die vlieg die zat op het toetsenbord van mijn Macintosh en die keek mij aan met zijn facetogen. En ik zei, hallo vlieg. Ben ik daarmee goddelijk? Ik weet het niet, maar het is wel de bedoeling. Niet bang zijn, respect hebben voor alles wat leeft. Nu mag jij weer, Jörg. Ja, vind ik mooi gezegd van jou. En ik was ook een hele tijd zo. Er was meer dan 1 jaar dat ik nog een vlieg, nog een mug of iets gedood heb. Ondertussen zijn ze me zo erg aan het enerveren dat ik hier wel een vliegenmepper heb staan en dat ik er af en toe een keer op knal als ze gewoon te zot gaan doen. Maar in principe, Perry, moet ik je gelijk geven en ik ben daar fout in. Ik zou dat eigenlijk niet mogen doen. Ik geef je gelijk. En men zegt ja ook, je hebt dat spreekwoord, ik kan geen vlieg iets aandoen. Ja, geen vlieg dood kunnen slaan, ja. Hij slaat geen vlieg dood. Ja. Ja, in Duits zeggen we, ik kan keine Fliege was zu leide tun. Ja? Ja. En dat is in feite ook zo. En dat doet me elke keer pijn als ik het doe. En elke keer terug zeg ik van, Jörg, stop ermee. Doe dat niet. En ja, ik moet daar weer terug meer naar mij luisteren en moet dat minder gaan doen. Maar goed, die punt die ik wilde maken is, dat ik 6 uitzendingen al gedaan heb met de titel Is homoseksualiteit geneesbaar? Ja, in Duits. Een bijbelstudie die 6? Ik zelf aanga. 6? Ik heb tot nu toe 6 gedaan, ja. En ik ga nog minstens 1 of 2 gaan doen voordat ik met dat kapitel door ben. Ja. 8 uur? Over de geneesbaarheid der sodomie? Ja. Man, en eet je wel genoeg? Ja, kijk, ik heb van zo'n prachtig koppel in Frankfurt, in Duitsland, een pakket gekregen. Die hebben me al verschillende pakketten gestuurd. Maar in dat laatste pakket waren er 2 boeken daarin. Volume 1 en volume 2 van Karl Olof Rosenius. Dat is een Zweedse protestant uit de 19e eeuw. Die dit boek geschreven heeft tussen 1860 en 1866. Deze 2 banden, deze 2 volumes zijn in totaal 1370 bladzijden en houden zich alleen bezig met de analyse van de brief aan de Romeinen. Oké? Okay? Ja. En ik was al lang van plan om een video te maken over sodomie. Waar komt het vandaan? Ja, onzin. En hoe kan het genezen worden? Of is het überhaupt iets dat genezen moet worden? Is het een ziekte? Of wat is dat? Wat kunnen we daartegen doen? Het is onvolkomenheid, okay. Is het. Ja, goed, oké, okay, want daar wil ik nu niet op neer. Dat bespreek ik ja in deze video's. En dus ik heb gezegd van, oké, dan ga ik deze Bibelstudie van Rosenius ga ik dan een keer voorlezen als boek. Ik wist niet waarom ik begonnen ben. Ik heb een doos van Pandora geopend, want uiteindelijk ben ik begonnen, gelijk ik gezegd had, in vers 15 van Romeinen 1. Omwille van dat tussen vers 15 en 32, dat zijn alle versen die Romeinen 1 bevat, dat daar echt naar aanleiding naartoe gegaan wordt, dat men verstaat waar sodomie vandaan komt. Ja, okay. En ik heb dus in 6 video's ben ik er daadwerkelijk in geslaagd om tussen vers 15 tot 27 te komen. Ik wil nu een cliffhanger maken. Ja, doe maar. Ja. Dus ik sluit af en dat mensen ik laat de opname gewoon doorlopen. Maar mensen, als je wil weten over waar Jörg het over heeft, dan moet je naar de volgende uitzending luisteren. En dan gaan we het hebben over sodomie. Waar komt dat vandaan? Wel, Wim T. Schippers is een befaamde Nederlandse dichter, regisseur en een hele aardige man. En die is bij de Vrije Protestantse radioomroep is die er uitgedonderd in een vuilnisbak. En die heeft gezegd, waar moet dat heen? Hoe moet dat gaan? Waar komt die rotzooi toch vandaan? Dat is de Nederlandse Kamagura. Zag eens maar, mijn broeder.
Ja, dus ik heb deze studie gedaan op basis van dat boek van Karl Olof Rosenius, van die ik op mijn tweede Zorg66-kanaal al sinds februari elke dag een nieuwe video publiceer met de naam van Das tägliche Seelenbrood, dus het dagelijkse brood voor de ziel, om de mensen een beetje, om de christenen eens een keer een beetje ondersteuning te geven dagelijks uit de Bijbel en in hun geloof. En dus, ik heb daar een boek gekregen, dat is een analyse over de brief van de Romeinen. En dat is ja iets wat Martin Luther gedaan heeft. En ik denk dat deze Karl Olof Rosenius dit vooral baseerd heeft op Martin Luther's exposé over de brief aan de Romeinen. Omdat hij ook altijd over Luther spreekt en ook de Lutherbijbel hierin gebruikt en alles erop en eraan. En ik heb dus gezegd van, ik wil dat onderwerp van Romeinen 1, ik bedoel dat ganze boek van de Romeinen, vind ik een fantastisch boek, wat een bijbelstudie waard is. Maar uiteraard ben ik dan aan iets begonnen wat in totaal 1370 bladzijden heeft. En dus heb ik bij wijze van spreken de doos van Pandora geopend om mij daaraan te gaan beginnen. Maar geen probleem, ik ga dat doen. En ik heb nu de eerste 6 video's gedaan. En in deze 6 video's kom ik ook daarop te gaan spreken wat we nu over aan het spreken zijn, namelijk over die covenant, over die bond die de Heer gesloten heeft, waar we hier juist in Genesis 6 vers 18 gelezen hebben, but with thee will I establish my covenant. En we zien dan later in kapitel 9 vers 12, and God said, this is the token of the covenant which I make between me and you and every living creature that is with you for perpetual generations. Dat zegt hem vlak na de vloed. Dus de aarde gaat terug bevolkerd worden. En met iedereen die die aarde achteraf bevolkt, maakt God een bond. En deze bond heeft een sein. Precies. Al die eikels. Wat dat is, daar ga ik nu niet op in. Dan moeten die mensen maar mijn video kijken of de Bijbel lezen. Maar dat is een heel belangrijk punt. Dat is een heel belangrijk punt daarmee bij. En ik ben daar gewoon eventjes op gekomen, omdat we hier in 6:18 lezen. With thee I will establish my covenant. Dat wil zeggen, God maakt hier een bond met Noah. En met die paar mensen van die hij bepaalt, die samen met hem gered mogen worden, zoals we lezen in vers 18 verder, thou shalt come into the ark, thou and thy sons and thy wife and thy sons' wives with thee. Al deze mensen zijn van deze covenant zelfs uitgesloten. Hij maakt die bond alleen maar met Noah. En Noah heeft de verplichting om die andere mensen mee te nemen. Maar God maakt hier die bond met hem. En in Genesis 9 vers 12 maakt hij die bond met hem en met al zijn nageboorte. Ik weet niet hoe men dat zegt. Zijn nageslacht. Zijn nageslacht. En de nageslachten van zijn kinderen, die daar nog vandaan komen. En dat vond ik gewoon even een belangrijk punt om op te duiden. En ook zonder daar reclame voor te maken, maar de mensen erop attent te maken. Als je reclame maken voor de Bijbel is gratis. Ja, reclame maken voor iets wat je niet kunt verkopen. Hè? Want ik verkoop precies. Ja. Ik geef dat gratis, maar ik wil reclame ervan maken dat mensen zeggen: hey, Jörg, ik interesseer mij daarvoor. Waar komt sodomie vandaan? Of zoals ze dat vandaag politisch correct noemen: waar komt homoseksualiteit vandaan? Wat zijn de gevolgen daarvan en wat zijn de oplossingen daarvoor? Dan moet je mijn lezing gaan volgen die ik in Duits noem Stunde der Waarheid. Dus ik heb me nu besloten dat ik mijn Engels Hour of the Truth in Duits officieel noem Stunde der Waarheid. En die uitzendingen noemen Stunde der Waarheid Bibelstudie met Jörg. En dat begint in Romeinen kapitel 1 vers 15 tot en met 32, waar dat probleem geëxpliceerd wordt tot in de kleinste details over sodomie, wat de oorzaken zijn en wat de remedies daarvoor zouden kunnen zijn. Daar hou ik mij mee bezig. Daar heb ik al 6 video's van opgenomen. Dus ik heb er daadwerkelijk in geslaagd om in hoeveel bladzijden zijn dat hier? 24 bladzijden, 6 video's te maken. Ja. En dus, ik heb nog een stuk of 6 bladzijden voor mij. Dus dat zal nog 1 of 2 video's zijn voordat ik daarmee gedaan ben. En iedereen die daar interesse heeft, die moet die video's maar bekijken. Ze zijn op dit ogenblik, we hebben vandaag de 26e juni, zijn ze nog niet omhoog geladen op mijn kanaal, omdat ik nog andere
andere Dinge zu tun habe, andere Videos hochzuladen habe. Mal als es kommt, hauen Seelen hoch und kijk uit nach Stunde der Wahrheit Bibelstudie mit Jörg. Das baue ich allein noch eben, sage Perry. Ja. Und nu habe ich mein Gesicht gekündigt tun. Und als ihr dann nu wilt absluiten, dann ist das gut. Anders können wir natürlich eben noch Kapitel 6 tot absluiten. Ich will even heel graag vers 19 vorlesen. Aha. En gij zult van al wat leeft, van alle vlees, twee van elk, doen in de ark komen, om het u in het leven te behouden. Mannetje en wijfje zullen zij zijn. Dat heb ik zelf in de King James nog niet gelezen, Perry. Okay, pak even de King James erbij dan. And of every living thing of all flesh, two of every sort shalt thou bring into the ark, to keep them alive with thee. They shall be male and female. Ja. Leuk, hè? In de Statenvertaling staat een mannetje en wijfje. Ja, en in Engels staat er mannetje en wijfje. In Engels, hè? Male and female. Ja, mannetje, dat is een verkleinwoord. Ja, ja, zo'n verkleinwoord heb je in Engels niet, hè? Nee. Dat is wel leuk. Mannetje en wijfje. Ja, dat is het, Jörg. Ja, maar Ik weet dat er mannen zijn die gaan onderling masturberen of zo. Nee, je weet niet wat ik wil zeggen. Dat is leuk. Oh, sorry. Ja, kom maar. De Statenvertaling is hier in feite met die verkleinwoorden die jij juist zegt, beter als de Engelse vertaling. En nu, Perry, de vraag voor 100.000 euro. Weet jij waarom? Ja, ik kan je testen. Oké, ik heb verloren. Ik heb verloren op tijd. Ja, nee, ik heb niet snel genoeg antwoord gegeven. Oké, ja. Heb je enig idee nu dan? Nog steeds niet. Oké, waarom is mannetje en wijfje een betere... een betere taal om te gebruiken als male en female. Omwille van dat wij kunnen begrijpen dat deze ark, die maar 300 ellen lang is, en 50 ellen breed, en 30 ellen hoog, ja. Rekent uit hoe groot dat is. En daar moeten van elk beest op deze aarde minstens twee erin, want we zullen later nog zien dat er van enkele meer genomen worden, want dat heeft te doen met reine en onreine dieren. Ja. En dat moet allemaal op die plek onderkomen. Oh, dat moest een mannetje, dat moest een klein kereltje zijn. Ja. Nee, luister. Mannetjes en wijfjes, zoals het hier in de... Statenvertaling, ja. In de Statenvertaling staat, geeft dus die idee dat Noah, bij wijze van spreken, geen uitgegroeide 20 jaar oude olifanten genomen heeft, maar jonge dieren, kleine dieren... die nog misschien zelfs niet geslachtsrijp waren. Ja. Afgezien daarvan dat de dieren waarschijnlijk in die tijd van voor de vloed ook nog altijd allemaal planteneters waren. Ja. De mensen in elk geval waren planteneters tot de vloed. Want pas achter de vloed gaat Noah zeggen, en dat gaan we dan in latere uitzendingen leren, na de vloed gaat God tegen de mens zeggen dat hij nu dierenvlees mag eten. Ja. Dus ik ga ervan uit dat ook de dieren tot dat ogenblik toe allemaal planteneters waren. Maar waarom is mannetje en wijfje nu zo belangrijk? Voor iedereen daarbuiten die in evolutietheorie gelooft en gelooft dat de dinosaurussen, een woord dat uitgevonden is in 1841 trouwens, allemaal 65 miljoen jaar geleden uitgestorven zijn, ja, nee. Zielig, hè? Zielig voor die dinosauriërs. Ja. Het gaat erover dat die dinosauriërs allemaal mee aan boord geweest zijn. Maar kleintjes. Ja. Een Brachiosaurus die nog maar juist geboren was, die misschien een jaar of twee oud was, die was misschien maar een paar meter groot. Ja. En ging 20 meter van eind van zijn nek tot eind van zijn staart. Ja? Zoals we later in de Bijbel ja kunnen lezen. Want God beschrijft in de Bijbel ja twee dinosaurussen, hè? Zogenoemde dinosaurussen tussen aanhalingstekens. Leg uit voor de kijkeraars. Hij beschrijft de Leviathan. Dat is een zeemonster, bij wijze van spreken.
En hij beschrijft een andere, dat is een landbeest, die noemt... dat is in het boek van Hiob, boek van Job. Ik kom daar nu niet op die naam. En hij zegt van dat hij een staart heeft als een cederboom. Ja? Dus een reuze groot beest is uiteraard. Ja, dat is in Job. Een behemoth is die naam. Dank u, heer. Behemoth. Ja? Dat is de naam van die dinosaurus. Ja? Dus dinosaurussen zijn beschreven in de Bijbel. Ja? Leviathan in de zee en behemoth op aarde. Ja, dat is geen vraag. Hè? God heeft aan alles gedacht. Ook aan die idiote evolutie. Moet je kunnen overtuigen. Ja? Maar dus met die verkleinwoorden van mannetje en wijfje is de Statenvertaling hier beter gediend als de Engelse vertaling die gewoon spreekt van mannetje en vrouwtje, van man en vrouw. Ja? Van mannelijk geslacht en vrouwelijk geslacht. Omdat hier in de Statenvertaling al in feite gewezen wordt van neem kleine diertjes mee. Ja? Mm. Die vragen niet zoveel plaats en die eten niet zoveel. Oh, oké, en mijn gevoel hierbij is, er wordt gesproken over een man en een vrouw. Een mannetje en een wijfje. En geen 50 tinten grijs. Wat heeft het voor zin dat twee mannen met elkaar in bed gaan liggen? Dat de enige zin die dat heeft is de bevrediging van de lust van het vlees te bevredigen. En geen enkele andere reden. Dat geeft seksverslaving. Mm. Dan kan je nog beter cocaïne gaan snuiven. Daar vind ik ook helemaal niks aan. Maar ja, dat is nog een beetje chemisch en heb je verder geen last van. Maar cocaïne is chemisch. Wat zeg je? Cocaïne is niet chemisch. Cocaïne is een natuurlijke drug. Ja, het wordt geëxtraheerd. Ja, dat is een andere zaak, maar het is een natuurlijke drug. En ze groeit natuurlijk, hè? Ja. Cocaïne komt van de cocoplant, hè? De dingen daar. Ja, coca bladeren gaat kauwen. Het is heel bitter, hè? Het zou kunnen, Perry. Ik heb daar geen ervaring mee. Ik wil het ook niet doen. Dat heb je ook helemaal niet nodig. Maar het punt is gewoon, dat is ja niet chemisch, dat is ja in feite natuurlijk gedoe. Swat, zullen we nog eventjes de laatste paar versen gaan aflezen? Ik vind die punt die we hier gemaakt hebben is belangrijk en dan kunnen we dat misschien aan het oude video aanplakken. Ja. En dan zijn we misschien zo'n uur en 20 minuten. We maken er twee uitzendingen van. Ga Gatewater. Hoe je wilt doen. Gatewater. Dus ik denk die punt is gemaakt waarom de Statenvertaling hier iets duidelijker is en dat u dat direct al een idee geeft van als ik kleine dieren meepakken. Ja, kijk, als ik twee olifanten meepak, is de ark al hou vol. Aha. Maar als ik ervoor zorg dat ik kleine olifantjes meepak, dan gaat dat misschien nog wel. Dat is die idee daarachter. Ja? Oké, en dan lezen we verder in vers 20. Of fowls after their kind, and of cattle after their kind, of every creeping thing of the earth after his kind, two of every sort shall come unto thee and keep them alive. Mm-hmm. And take thou unto thee of all food that is eaten, and thou shalt gather it to thee, and it shall be for food for thee and for them. Thus did Noah, according to all that God commanded him, so did he. En daarmee eindigt kapitel 6. Ja, een mooi, van de, denk ik, belangrijkste kapitelen in de Bijbel die men kan lezen. En nu kom jij met de Statenvertaling vanaf vers 19. 18. Vanaf 18, oké. Okay. Waar zaten we daarvoor? Nee, ik heb volgens mij tot de. Maar het maakt niet uit. Genesis 6, vers 18. Maar met u zal ik mijn verbond oprichten. En gij zult in de ark gaan. Gij en uw zonen. En uw huisvrouw en de vrouwen uwer zonen met u. En gij zult van al wat leeft, van alle vlees, twee van elk, doen in de ark komen, om met u in het leven te behouden. Mannetje en wijfje zullen zij zijn. Daar waren we gebleven. Ja. Van het gevogelde naar zijn aard, en van het vee naar zijn aard, van al het kruipend gedierte des aardbodems naar zijn aard.
twee van elk zullen tot u komen, om die in leven te behouden. En gij, neem voor u van alle spijzen die gegeten wordt, en verzamel ze tot u, opdat zij u en hun tot spijze zij. En Noach deed het, na al wat God hem geboden had, zo deed hij. Ik ben klaar met het voorlezen. Ja, weet ik. Mooi, zo hebben we een mooie afsluiting van Genesis 6 en kunnen we verder gaan naar Genesis 7 in een volgende aflevering. Vind ik heel schoon. Ik zeg, Genesis 6 is een zeer belangrijk onderdeel. En vooral, ik denk ook dat ondertussen onze toeschouwers ook gemerkt zullen hebben, hoe meer je daarmee bezighoudt, hoe meer je dit leest, hoe meer verstand dat je daarvan krijgt. Ja. Het is een hele ingewikkelde taal. Het is gecondenseerde taal. Over iedere jota is nagedacht. Heel bijzonder. En dat is ongelooflijk oud, Jurk. Ja, dit is het oudste boek. En ze zeggen dat dat bij wijze van spreken door Mozes geschreven is. Dus dat zal iets van 3,5 tot 4.000 jaar oud zijn. Hè? En hier dus dat God tegen Noach zegt van, en gij neem u voor alle spijzen die gegeten wordt. Dit is het opeten van dieren. Nee. Oké, betwist mij. Nee, natuurlijk niet. Ja. And take thou unto thee of all food that is eaten. Neem u van alles wat geëten wordt, en het zal eten zijn, verzameld bij jou, and it shall be for food for thee and for them. Dus zorg ervoor dat je zaden en gras en vruchten van de bomen en alles dat hebt waarvan de mens zich op dat ogenblik normaal gezien voedt. Okay. En dat zal voeding zijn voor u en voor de dieren. Ja, oké. Nee, hier wordt helemaal niks gezegd dat hij dieren mag eten. Nee, dat komt straks, dat komt na de vloed, bedoel je. Nee, ja, dat is waar. Maar in vers 7 komen we over, wat ik daar juist al gezegd heb, dat zullen we in de volgende uitzending bespreken, komen we te spreken over de reine en onreine dieren. Oké, dan ga ik nu, Jurk, en heel... Nee, wacht even. Ik wil doorgaan. Ja, ik niet. Oh, jij niet. Ja, nee, we zitten al meer dan een uur te spreken. Ik vind het zo lang nog. Als je die twee aan elkaar hebt, hebben we 70 minuten. En dat is ik maak daar meerdere uitzendingen van. Dus, ja, oké. Ja. Oké. Maar ik heb vanavond nog iets een andere lezing gepland, als je daar niks op tegen heeft. En nee, dus, natuurlijk niet. Ik ben jouw baas niet. Nee, dat weet ik, maar ik wil jou ook niet voor de kop stoten. Maar ik was van idee om Genesis 6 af te sluiten en dan volgende keer met een schone lijn, met een nieuw kapitel in Genesis 7. Te kunnen gaan beginnen. Met Genesis 7. En daar gaan we dan lezen dat God ordineert dat van bepaalde dieren er meer moeten meegenomen worden omwille van offeringen die moeten gedaan worden. Ja? Wauw. Dit is een hele goede cliffhanger, Jörg. Ja, vind ik ook. Ja. Oké, en nu ga ik afsluiten. Abschließen. Ja, jij verbetert mij in mijn Duits. Maar jij bent geboren in Hamburg en ik in Bovenkerk. Dus. Ja, maar ik wil nog alleen maar hebben dat je serieus overkomt en dat je niet met zo'n onnozele fouten daar. Aber ich bin ein Schlapsukel. Hey mensen, hartstikke bedankt. Even tegen de kijkeraars, de luisteraars. Hartstikke bedankt dat jullie dit uitgeluisterd hebben. Dit was heel serieus. We hebben maar een paar versen gedaan. Oh, maar meer dan andere keren soms. Ja. Van vers, ja, we zijn teruggegaan naar vers 2 en we zijn afgesloten op vers 22. We hebben een heel kapitel gedaan. Goed. Heel erg langzaam. Ja, maar goed. Langzaam over Duits, ja. En het is ook heel belangrijk voor jullie, luisteraars, om tot rust te komen. Jurk, zijn stem was rustig. Mijn stem was rustig. Af en toe een beetje opgewonden.
En de bedoeling is dat jij ook opgewonden raakt. En dat je wil weten wat Jurk gaat vertellen over Genesis 7. Op zijn Duits. En dan zag ik ook als Duits, als Hamburgs. Tjus. En dag lieverds.